Romania Song aan het woord en... Welkom bij Dag Den Haag van 23 februari, dit keer vanuit de Schilderswijk, met deze onderwerpen. De wijkzuster is terug in Den Haag, worden er te veel bomen gekapt en Nordic Walking is niet voor mietjes. Maar nu eerst het korte nieuws van de dag. In de driehoek Weimarstraat, Beeklaan en Galileïstraat komt een nieuwe stadstuin. Gisteren is de sloop gestart van het gebouw dat er nu nog staat. Dit gebouw had van het begin van de vorige eeuw de functie van een patronaatsgebouw. Dat is een soort verenigingsgebouw van een Rooms-Katholieke kerk. Het aardige is dat het dus een gebouw was met een sociale wijkfunctie. En dat moet het weer worden, alleen dan niet als gebouw, maar als stadstuin. De subsidie van het Europees Fonds is een eindfinanciering. Dat wil zeggen dat die een bedrag beschikbaar willen stellen nadat we alle andere bedragen al binnen hebben gehaald. En dat bedrag zal dus gebruikt worden zowel voor de aanschaf van dit gebouw als voor de inrichting van de tuin. Bijna 1 op de 3 bewoners van de Schilderswijk is ontevreden over de wijk. Dat blijkt uit onderzoek van de Haagse SP. Ruim 1 op de 3 buurtbewoners voelt zich onveilig. Daarnaast vindt meer dan de helft van de geënquêteerden de Schilderswijk te weinig gemengd. Dat geeft een beetje sjoe aan als dat je alleen maar, laat zeggen, blank hebt. Want dat is ook niet alles. Er zijn veel Marokkanen en Turken. En ja, dat is hier zo meestal het probleem. Maar niet echt dat het een probleem is voor mij. Er zijn meer donkere mensen als blanke, maar dat is niet erg. Want iedereen kan met iedereen heel goed opschieten. Ja. In Den Haag is veel groen en daar zijn we met z'n allen best een beetje trots op. Als er te veel gekapt wordt, dan vragen we ons al gauw af waar dat nou allemaal voor nodig is. Gelukkig houdt de Bomenstichting de kap in de gaten, maar zij zijn nu bang dat de gemeente niets geeft om het behoud van de juiste bomen. Wat vindt u ervan dat al die oude bomen hier weggehaald zijn? Prima. Die oude rommel moet weg. Vreselijk. Ik vind het vreselijk dat al die bomen weggehaald zijn. Bomen die moeten het recht hebben om oud te worden. In de gemeente Den Haag is de gemiddelde leeftijd van een boom 35 jaar. Terwijl bomen, afhankelijk van de soort, 200 jaar kunnen worden. En aannemers hebben minder de kwaliteit voor ogen en meer het financiële aspect. Die denken meer aan hun portemonnee en aan hun agenda dan aan de kwaliteit van beheer. Het grasmaaien bijvoorbeeld moet zo snel mogelijk met een zo groot mogelijk machine. Vaak worden de stammen van de bomen geraakt. Waar een wond ontstaat en daar kunnen bacteriën en schimmels binnendringen. En dat is niet goed voor die boom. Soms lukt het wel de bomen te behouden, zoals hier op het Pauwenplein. Maar gelukkig op het allerlaatste moment hebben wij 4 exemplaren van de wichtbladige dwergmistbol kunnen redden. We hebben het werk stil laten leggen en ze staan er gelukkig nog. Maar verder wordt de bodem bedekt met rozen. En daar zijn de bewoners helemaal niet gelukkig mee. Misschien kun je je nog wel de wijkzusters herinneren die vroeger op hun Solex door de buurt reden om mensen te helpen die hulp nodig hadden. Ze zijn even weg geweest, maar nu zijn ze weer terug. Waarom is het project Wijkzusters opgericht? Het project is opgezet omdat er vroeger wijkverpleegkundigen waren die eigenlijk de ogen en de oren van de buurt waren. Iedereen kende de wijkzuster. De wijkzuster kende iedereen, alle aanbieders. En die is weg. Nu, de huidige wijkverpleegkundige doet eigenlijk maar heel weinig. Maar juist dat sociale contact en is gaan kijken bij mensen die wat extra zorg nodig hebben, dat is er niet meer. En met het project proberen we juist die functionaris weer terug te brengen om mensen die wat extra zorg nodig hebben te helpen. Ik zie daar de wijkzuster. Ik ga er heel even tegenhouden. Hey Tessa, waar ga je naartoe? Oh, ik ben op weg naar een mevrouw die vorige week een bezoek van de huisarts gekregen heeft. En ik ga nu even kijken hoe het met haar gaat. Hoe ziet jouw dag eruit? Nou ja, de ene keer is het bij een mevrouw die vorige week ziek geweest is. En de andere keer ga ik bij een mevrouw wiens man net is overleden. Om te kijken of ze het allemaal wel trekt en redt zelf. Goedemorgen, de wijkzuster. In welke wijken gaat het allemaal gebeuren? Dat gaat gebeuren in het centrum, in Transvaal, in de Schilderswijk en in de stationsbuurt. Daarnaast ook in Eskamp en in Scheveningen. Waarom specifiek in deze wijken?
In deze wijken zijn veel mensen die niet bekend zijn met het Nederlandse zorgstelsel. En in deze wijken wonen gewoon veel meer mensen die bijvoorbeeld een chronische aandoening hebben, die kwetsbaar zijn. Rapper Umit C en zangeres Romagna proberen met het nummer Den Haag stemt meer jongeren naar de stembus te lokken. De gemeente heeft mij ervoor benaderd. En voor mij was het ook heel erg uitdagend om zo'n nummer te schrijven. Juist om mensen te stimuleren om te komen stemmen. Den Haag is de stad van mijn hart. Voor een welvarend Den Haag, stem dan op 3 maart. Het liedje gaat natuurlijk over stemmen. En dan maakt het niet uit op welke partij, maar dat je gewoon bewust wordt van wat alle partijen te bieden hebben. Het jaar is 2010, regeren om vooruit te zien. Verkiezingen, de gemeenteraad gaat Den Haag stemmen op 3 maart. Hoe belangrijk is politiek voor jou? Ik vind politiek best wel interessant. En zij beslissen tot aan je straat. Dus het is wel belangrijk dat je een beetje de politiek volgt. En waar kunnen de jongeren het horen? Op Den Haag FM. Daar zullen ze ons vast wel een paar keer draaien. En jullie kunnen eigenlijk ook naar de verkiezingsnacht gaan. Op 2 maart, begint vanaf 8 uur, kom daar naartoe. Daar zullen ook politieke debatten aanwezig zijn. Ik zou zeggen, voor de mensen thuis, kijk goed waar je op gaat stemmen. Jij beslist, het is jouw keuze, het is jouw stem. En ja, elke stem die telt. Stem. 3 maart. Nordic Walking heeft nooit echt een flitsend imago gehad. Maar na een zware training in de bossen denken wij daar anders over. Want je moet best wel een goede conditie hebben om dat een beetje vol te kunnen houden. 2, 4 en 5. Kom lui. Kom ermee. 6. Je geeft Nordic Walking les. Maar Nordic Walking is toch een beetje duf? Duffe sport? Nou, absoluut niet. Je hebt zelfs verschillende generaties in Nordic Walking. Dus echt recreatief en ontspannen. Maar ook sportief, maar ook echt op fitnessniveau. Dus dat je kunt springen ermee. Echt, je hebt ook Spring Nordic Clinics. Daar kun je ook trainingen vervolgen. Dus absoluut niet duf. Maar je ziet toch altijd mensen die dat doen, die zijn nog altijd 50 plus. Hoe zit dat? Nou, kijk, het zijn geen jongeren van 18, 19 jaar. Dat is inderdaad helemaal waar. Maar het zijn wel mensen zeg maar vanaf 40 jaar. En die zeggen, oké, ik wil gewoon niet in een sportschool trainen. Ik wil gewoon echt buiten een leuke activiteit doen. Ik vind helemaal de natuur helemaal lekker. Hoe heten die stokken? Het zijn poles. Of gewoon Nordic Walking stokken, maar het heet poles. En ze zien er heel professioneel uit. Het zijn niet zomaar gewoon stokken. Nee. Ik zie ook de mensen die hier voorbij komen lopen dadelijk. Ja. Die hebben ook allemaal van die professionele stokken. Kun je het ook gewoon met houten stokken uit het bos doen? Nou, je zou het kunnen proberen. Maar dan zie je zelf inderdaad al, hier zitten bandjes aan. Ja. De zogenaamde triggers. En die helpen jou om dan als je een stok namelijk loslaat in de Nordic Walking beweging. Als je namelijk een stok loslaat, blijft natuurlijk stok wel bij je. Ik ben begonnen toen ik 53 was. Ja, het is wel allemaal 40, 50 plus. Ja, maar je moet wel een goede conditie hebben om goed te kunnen lopen. Dus het is niet zo duf? Helemaal niet. Als jij duf bent, dan loop je dit niet. Nee. Vooral niet in het tempo waarin wij zijn opgevoed, zeg maar. Maar ik merk nu dat wij al met z'n tweeën helemaal achteraan de groep lopen. Dan komen we wel praten. Dus we moeten nu eventjes hard doorlopen. We lopen even door om bij de groep te blijven, ja. Ja. Dat doen we. Naast die stokken, ik zie dat iedereen ook goede wandelschoenen aan heeft. Dat is ook een must. Ja. Eigenlijk zijn de twee belangrijkste dingen dat je gewoon een goede stok hebt. In ieder geval dat je daar lekker gewoon mee loopt. En gewoon makkelijke, comfortabele wandelschoenen. Dus geen gympies, gewoon wat een beetje grip heeft. Nou, de techniek met je handen, die moet je echt dus afduwen met die stokken. Dat je het echt in je armen voelt. Kun je makkelijk blessures krijgen? Zeker niet. Het is een hele veilige sport. Mag ik jullie vragen? Ja. Helpt dit Nordic Walking nou ook tegen de kipfiletjes? Sommige oefeningen wel, ja. Maar niet alle oefeningen. Het lopen zelf denk ik niet echt. Maar Caroline doet vaak oefeningen die speciaal voor onze kipfilets zijn. Dag Den Haag! Tot zover deze uitzending van Dag Den Haag. Maar je wil natuurlijk wel weten wat voor weer het morgen wordt. En daarom staat naast mij... Marcelle van het gezondheidscentrum Vijandplein in Den Haag. Vanavond trekt de bewolking en neerslag weg. De nacht wordt zacht en de temperaturen lopen op tot 4 graden. Erg droog en zonnig is het morgen niet. Het is zwaar bewolkt en er komen regenbuien voor. Er is geen ruimte voor zon, maar het wordt wel iets warmer.
Nou, dat is dan ook een beetje goed nieuws dat het iets warmer wordt, gelukkig. Het wordt wel eens tijd, ja. Gelukkig maar. Nou, Den Haag, tot morgen. Tot morgen.